Saab 9-5 van de eerste generatie. Een auto die behoorlijk lang mee is gegaan. Hij werd geïntroduceerd in 1997 en hij bleef uiteindelijk tot 2010 op de markt. Toen kwam natuurlijk de tweede generatie die we allemaal heel goed kennen van onze vriend Victor Muller. Ja, en van die eerste generatie zijn dus ook twee facelifts geweest. De eerste facelift die kwam zo in 2000 en de tweede facelift in 2005. En met name die van 2005, daar was nogal wat om te doen, want toen kreeg hij ineens die rare, dikke, chrome randen rond de koplampen. Waardoor het eigenlijk, ja, niet meer zo'n heel erg knappe auto was. Als ik, tenminste, niet naar mijn smaak. Misschien andere mensen er anders over denken. Nou, van die Saab 9-5 van de eerste generatie zijn er uiteindelijk dan ook bijna 500.000 gebouwd. Qua motoren, vanaf het begin zijn ze leverbaar geweest met twee 4-cilinder lijnmotoren. Allebei met een turbo, een 2 liter en een 2.3. Nou, die 2 liter die was leverbaar met vanaf 150 pk en die 2.3 die liep op tot de laatste aero's die hadden 260 pk. Dus dat zijn potente blokken, mag je gerust zeggen. Er was ook nog een V6 met 200 pk, maar dat was eigenlijk een beetje een antiek ding, dus die zou ik persoonlijk niet per se kiezen. Diesels, er waren er twee, een 1.9 en een 2.2 viercilinder. En de 2.2 viercilinder die had 120 pk. De 1.9, dat was een blok dat eigenlijk bij Opel vandaan kwam. En die had 150 pk, dus die is een stukje interessanter. En dan was er ook nog een V6 diesel, een 3 liter. En die kwam oorspronkelijk bij Isuzu vandaan en die had 175 pk. En als je daarbij weg kan blijven, doe dat dan, want dat is gewoon niet heel erg best, zeg maar. Scout staan er nu een 375 ongeveer te koop, waarvan 18% diesel is en de rest is allemaal benzine. En ongeveer de helft van alle Saab 9-5 Auto Scout heeft een handbak en de andere helft een automaat dus. Ja, en die Saab 9-5, dat was toch wel een auto, dat was een beetje kilometervreten en dat merk je ook wel in het aanbod. Er staan niet zo heel veel auto's op Auto Scout die minder dan pak een beetje 2 ton gelopen hebben. En er staan er ook meer dan genoeg die gewoon dik 3 of dik 4 ton hebben gelopen. En soms zelfs 5 of 6 of meer. Het is echt bizar hoeveel kilometers die dingen wegrijden. En dat zegt natuurlijk wel iets over de levensduur van deze auto. Prijzen die beginnen zo rond de 1000 euro. Maar dan heb je dus inderdaad zo'n 9-5 met, pak een beetje even 4 ton op de teller. Ja, en ze lopen op tot dik 20 voor de hele recente exemplaren. Ja, en de aandachtspunten. Nou, er zijn er een paar. Ten eerste, als je een automaat wil, als je er eentje koopt van voor de eerste facelift, dan is dat een 4-traps automaat. Daarna kwam er een 5-traps, die was een stuk moderner en ook een stuk zuiniger. Dus hou dat even in je achterhoofd. Ja, verder, het probleem wat we kennen van de Saab 9-5. En eigenlijk komt het niet meer zo heel veel voor, maar ik ga hem toch even benoemen. Als je er eentje koopt, van voor de eerste facelift ook, zorg ervoor dat je zeker weet dat hij geen last heeft van het black sludge probleem, zoals ze dat noemen. Heeft te maken met olie die niet helemaal lekker door het karter heen liep, die bleef staan, waar klontjes in kwamen, kanaaltjes verstopt raakten en uiteindelijk de olie toevoer naar de motor raakte afgesloten en dan blies je de boel kapot en dan kreeg je heel veel blauwe rook. We hebben een voorbeeld exemplaar net eventjes gezien en dat is inderdaad heel veel blauwe rook en dan gaat heel erg ratelen en dat soort dingen. En dan is het gewoon gebeurd, dat blok dat moet je dan gewoon vervangen en dat kost je gewoon zomaar 3.500 euro en dat is de auto meestal niet meer waard, dus ja. Hè? Dus let daar heel goed op, er was een oplossing voor, dat had te maken met karterontluchting en op de vroege modellen kon je daar een kit voor kopen, zeg maar, en die kon je dan laten installeren bij de dealer, dat is ook heel veel om garantie gedaan. Maar zorg er wel voor dus dat als je zo'n vroeg exemplaar koopt, en dan gaat het over de 4-cilinder benzinemotoren van de eerste generatie, dus voor de facelift. Zorg ervoor dat er dan de Mod 6 aanpassing is gedaan. Dat is echt verreweg het grootste, meest voorkomende probleem. Verder is er nog bij de benzinemotoren, ook bij de 4-cilinders, er is een ontstekingscassette en die geeft nog wel eens de geest. Op zich niet zo'n probleem, die dingen die zijn voor een paar honderd euro zeg maar te vervangen. Alleen mocht jij nou naar het buitenland op vakantie gaan, daar is de beschikbaarheid van die onderdelen wel minder als in Nederland soms. Dus zorg dan dat je gewoon zo'n ding in de achterbak hebt liggen. Ja, en dan nog een aandachtspuntje voor alle Saab 9-5's. Het zijn best wel zware auto's, dus
schokdempers hebben het een beetje zwaar. En met name de achterste schokdempers lijken het eerder te begeven dan de voorste schokdempers. Ja goed, elke auto heeft dat dan een keer natuurlijk. Maar in ieder geval weet je dan, als het bij de 95 gebeurt, als de achterste schokdempers gaan, dan weet je, nou ja, hè, dan komen de voorste binnenkort ook een keer. Ja, en dan dit exemplaar. We hebben bij Saab Apeldoorn een 2.3T meegenomen met 150 pk uit 2004. Er staat net geen 160.000 kilometer op de teller. Ja, dat is gewoon een hele prettige auto. Hier zit echt alles op en aan. Het is een lineair uitvoering. En er zit dan een heel businesspakket bij op. Dus ja, weet je, park distance control en een cd-speler. Een hele rambam, alles zit erop. Aluminium in het dashboard, wat ik persoonlijk wel mooi vind. Het is een estate trouwens. Dus ja, het is gewoon extra laadruimte. Bonus, kan de Golden Retriever achterin en de jachthonden en de kleinkinderen. Noem het allemaal maar op.